You had a crash today. Could you tell how it happened? The problem is our car is much heavier than the KTM's, and lap by lap we lose traction at the rear because the weight. And I was in P1. He pushed me more lap by lap. We have 9 minutes to end, and he pushed me at the rear because pushing I lose some speed, and he can break a side of me, and he lose the control. And he hit my right side, and my steering and my door is gone. Voor P3 gaan met een merkgenoot, niet een teamgenoot, maar een merkgenoot. En die gaf geen ruimte, Spindik. Vielen we terug naar 17. Uiteindelijk weer wat naar voren en eigenlijk het rondje dat ik binnen moest komen voor de verplichte pitstop werd ik geraakt op mijn achterwiel, lekke band. En daardoor ging ik dwars, kwam ik weer tegen diezelfde auto aan en een draagarm kwam, dus dat was einde race. De auto niet starten, dus we waren eigenlijk te laat. Door de pitstraat toch kunnen beginnen. Maar wat je die jongens doen, de best. En joh, blijf een technische sport. Dat is één. En twee, ja, je hebt 33 auto's op de baan. Als je zag wat er gisteren allemaal gebeurde, ja, weet je, dingen gebeuren gewoon jammer. Today has been a very good performance from me and my teammate. Chaba managed to hand me over the car in fourth, and I managed to get it through to the through to second, so I'm quite happy. I want to say thank you for the team, because like yesterday, today everybody made a very good job, very professional job. We don't made any mistakes, and it is very important because you need all of the package when you want to win the high level championship. Thank you, and thank you, France. This GT4 European Cup series is nu GT4 European Series Noorden Cup, maar ook Zuid. En dat zijn allemaal Fransen. En, dus je kan kiezen of je in Frankrijk heel veel races rijdt. Of dat je in Europa eigenlijk gaat rijden. En dat is ja, heel erg leuk. Je komt op de leukste circuits. En ja, allemaal heel spannend gewoon. Dus gaaf. Ja.